Het thema van aflevering 3 is schoonheid in gebrokenheid. Sterke vrouwen worden niet zo geboren. Ze worden gevormd door de dingen die ze meemaken. Wil jij leren hoe je van je dieptepunt je hoogtepunt kunt maken? En je kunt getuigen van de worstelingen in je leven die jij hebt overwonnen? Kijk dan mee naar deze aflevering. God heeft een zoon, Jezus Christus. En Jezus heeft ook te maken gehad met gebrokenheid. Er staat heel mooi in Hebreeën staat deze tekst. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder te zondigen. Jezus heeft ook te maken gehad met littekens. Hij heeft te maken gehad met verraad. Hij heeft te maken gehad met de gebrokenheid van de wereld. Hij heeft het juist gedragen, de gebrokenheid van de wereld. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind aan Jezus? Dat Jezus die littekens van de gebrokenheid van de wereld, dat hij ze niet verstopt of ze verbergt, maar dat hij zijn littekens laat zien. Hij laat zijn littekens zien nadat hij van het kruis af is gekomen. Dan laat hij zijn littekens zien. Hij toont zijn littekens als een medaille van ik ben daar niet meer. Ik ben er doorheen gegaan, door de dood heen gegaan. Ik heb het kruis heb ik overwonnen. Ik heb alle ziekte, alle dood, alle narigheid, alle pijn. Ik heb het aan het kruis genageld en ik heb het overwonnen en ik ben er niet meer. Kijk wie ik nu ben. Maar de littekens zijn niet weg, want daaraan herkent Thomas Jezus aan zijn littekens. Weet je wat we in het Westen vaak doen? In het Westen poetsen we alles weg. Zo, je ziet er niets meer van. Zo, gelukkig. Als iets gebroken is, dan proberen we te lijmen en het zo mooi te lijmen dat je niets er meer van ziet. En dan zijn we blij. Maar weet je wat we ook al leren in het Westen? Al heel jong. Wat kinderen al leren van de kleuterleeftijd. Misschien ken je dat tekenfilmserietje wel. Bob de Bouwer, kunnen we het maken? Nou en of, zegt Bob de Bouwer dan. Gewend om alles even te fixen. En het liefst willen we het zo snel mogelijk fixen. Maar weet je, we leven ook in een gebroken wereld. Het wordt niet voor niets gezegd. Een wereld die nog gebroken is. En in die gebroken wereld, zo vaak duwen we die gebrokenheid weg. Heel vaak heb ik ook vroeger gedacht van weet je, die gebrokenheid, daar heb je als kind van God niet mee te maken. Dat treft alleen de onrechtvaardigen, om het maar zo te zeggen. Maar dat is niet waar, want wij hebben ook met gebrokenheid te maken. En het zit er niet in dat we er niet mee te maken hebben, maar met hoe gaan wij hiermee om? Hoe gaan wij met die gebrokenheid om? Jezus, die had zijn littekens en hij liet ze zien. Wat doen wij? Wij verstoppen onze littekens. Zo, niemand ziet het. We verstoppen onze littekens in onze ziel. We verstoppen het dat niemand erbij kan. En misschien verstop je het zo goed dat je zelfs God er niet bij laat. Dat je zegt, oké, het bestaat niet. Want alles wat we niet zien, bestaat niet, denken we. Maar het kan er wel zitten. Hij is een hoge priester die met ons kan meevoelen. Weet je, ik heb iets meegenomen. En ik haalde het net uit mijn tas en iemand zei, oh nee, het is gebroken. Ik zeg, nee, dat heb ik bewust gedaan. Ik kan me voorstellen dat een schrikreactie oproept. Maar ik heb iets meegenomen. Een prachtige theepot. Weet je, hier zit een verhaaltje aan vast. Er was eens een Japanse keizer. En de Japanse keizer had een prachtige theepot. En daar was hij heel erg zuinig op. Totdat die theepot viel. En de theepot kapot was en uit scherven bestond. En toen zei hij tegen de mannen in zijn rijk, kunnen jullie de theepot weer maken? Want het was onderdeel van zijn geschiedenis. En toen zeiden ze van, ja, dat kunnen we. Dus hij stuurde het op en hij kreeg het terug, de theepot. En ze hadden het gemaakt met allemaal klemmetjes en een soort nietjes erin. Was hij aan elkaar gemaakt. En hij keek ernaar en hij dacht, nee. Zo is het niet bedoeld. Daar gaat die waardevolle theepot. Zo is het niet bedoeld. En toen is hij naar de craftsman, hoe zeg je dat, de ambacht, mensen met een oude ambacht, heeft hij de theepot daar naartoe gestuurd. En zei hij, kunnen jullie ernaar kijken? Kunnen jullie kijken of jullie hier iets van kunnen maken? Toen zagen ze die theepot en toen zeiden ze, we brengen hem terug in de staat zoals die bedoeld is, maar daar gebruiken we iets voor. Ze hadden lijm en in de lijm hebben ze goudstof gedaan. Zodat je lijm met goudstof, en dat heet kintsugi.
En dat is een Japanse vorm. En met die lijm en die goudstof hebben ze zo de theepot weer aan elkaar gemaakt. Maar wat zie je dan? Als je het aan elkaar plakt, dan komt dat goudstof door die nerven, door die breuklijnen heen. En zodat het een onderdeel wordt van de geschiedenis. En toen zeiden ja, wij zijn gewend om alles weg te poetsen. Je ziet er niets meer van. Maar zij zeggen, nee, je bent daaruit opgebouwd. Ook die dingen uit je verleden, ook die stukjes, die mogen er zijn. En je hoeft die littekens niet weg te poetsen. Want dat betekent, je bent er doorheen gegaan, maar je bent de overwinnaar. En je komt er sterker uit tevoorschijn. En weet je, als je hem erin toelaat, dan kom je eruit tevoorschijn als gelouterd goud. Dan zegt hij, dit is niet het einde van jouw staat, maar het is een nieuw begin, waardoor ik mijn glorie door jou heen kan laten schitteren. Waardoor je nog mooier wordt, want het is compleet met goud, met waardevol materiaal. Dit is wat ze deden. Wij houden van, de buitenkant moet mooi zijn. Alles moet perfect zijn. Dit is imperfect perfect. Past dat nog in onze samenleving? Past dat nog in ons denken? Past dat nog in hoe wij kijken naar de dingen? Als iets kapot is bij mij, hè, als mijn kinderen een gat in de sokken hebben, dan gooi ik het weg. Want je kan toch zo weer nieuwe sokken halen? Hè, zo gaan we om, niet alleen met oude sokken, maar zo gaan we ook om met relaties. Zo gaan we ook om met, het functioneert niet meer, dus ik gooi het weg. Maar weet je dat God niet zo omgaat? Hij gaat niet zo om met ons. Hij zegt niet, je bent gewond, oh je bent gebroken, ik kan je niet meer gebruiken. Nee, hij zegt, ik pak die stukken op en ik ga er iets nieuws van maken. En ik voeg goud toe en je gaat door het vuur heen en je gaat door situaties heen. Maar je komt hier uit tevoorschijn als gelouterd goud. En je kunt die breuklijnen nog zien, maar ga erover getuigen. Ga je getuigenis compleet maken. Maak dat tot je getuigenis en zeg, ja, ik ben er doorheen gegaan. Ik ben door die pijn heen gegaan en er is gebrokenheid. Ik omarm het. En Heer, herstel het maar in mij. Herstel het maar in mijn binnenste, zodat ik ga worden zoals dit. Een tijd geleden moest ik ergens spreken en dat was een creatieve week. En op die creatieve week leerden mensen eigenlijk om met hun emoties om te gaan. Ze hadden niet in de gaten, ze hadden zich opgegeven voor een leuke creatieve week, maar ze hadden niet in de gaten dat daardoor die creativiteit ook iets gebeurde in hun binnenste. Want soms zet creativiteit iets vrij en kan het je in de ruimte zetten door te schilderen, door te boetseren, noem maar op. En zo hadden we op die creatieve week hadden we ook iets met speksteen. En voordat we altijd daaraan begonnen, aan zo'n creatieve uiting, deelde ik iets. Gaf ik een stukje input, hè, over thema's zoals dit thema. En er zat een vrouwtje tussen en die zei, er is niets met me aan de hand. Ze had nergens last van. Iedereen herkende zich in onderdelen, maar ze herkende zich nergens in. Alles ging goed aan de oppervlakte. Alles ging goed, hè, want we zijn toch christenen, dus dan gaat het toch goed. Hè? Dan hoort het toch goed te gaan met ons. En totdat we met speksteen bezig gingen. En ze pakte die speksteen en ze maakte een mooi duifje. En ze begon te schuren en te schuren en te schuren. En ze schuurde iets te lang. En doordat ze iets te lang schuurde, brak dat duifje in allemaal stukjes. Dat deed speksteen. En weet je wat er toen gebeurde? Er gebeurde iets van binnen in haar. En ze gooide al die stukjes op de grond. En ze zei, alles is ook kapot in mijn leven. En toen rende ze weg. En al die vrouwen schrokken van, wat gebeurt hier? En ik zei, laat maar even. Dit is goed. Laat maar, nee, het is niet goed dat ze hierbij komt. Maar het is goed dat ze bij dat gevoel komt, diep van binnen. Van, alles is gebroken. En wat doen we met die gebroken stukjes? Alles lijkt wel verbrijzeld te zijn. Misschien je droom, misschien je toekomstverwachting. Misschien had je je leven heel anders bedacht. En dan ben je door dingen heen gegaan. En ik liet haar even in dat proces. Hè, kun je het even voelen? Hè, ik heb geleerd van iemand. Ik was altijd heel snel eroverheen stappen en van, kom op, we gaan weer door. En toen zei iemand, mag het er even zijn? Toen dacht ik, ja, durven wij dat er even te laten zijn? Die pijn, dat verdriet, blijf er niet in hangen. Dat is een tweede. Maar mag het er even zijn? Erken even die pijn dat het er is. Het is een gebrokenheid. Dus ik liet het er even zijn bij haar. En toen ging ik naar haar toe. En toen zei ik, hey, wat zou jij willen? Wat zou je willen met al die stukjes? Wat zou je willen? Ja, zegt ze. Ik vind het zo confronterend. En ze zei, Esther, mag ik eerlijk tegen je zijn? Ze zei, weet je, ik kwam hier en ik dacht, als ik maar alles vergeet wat er achter me ligt, dan bestaat het niet.
Maar ze zei, nu weet ik. Ze zei, je moet dit weten, Esther. Ik stond op het punt om te trouwen. Ik ben zo lang single geweest. En ik had alles in huis, mijn jurk. De uitnodigingen waren verstuurd. Het had nog maar een paar weken. En toen heeft mijn vriend afgezegd, want hij zag het niet zitten. Weet je, daar zat een gebroken vrouw. En ze, alles, mijn scherven van mijn toekomst, alles viel in duigen door die beslissing. En ze zei, en ik dacht, weet je, dan ga ik gewoon harder werken. En ik ga naar die creatieve week, heb ik ontspanning, ben ik even met iets anders bezig dan met mijn huwelijk, dat niet doorgaat. En met mijn pijn, dan ben ik even lekker buiten mezelf bezig. En dat ging zo goed, tot het moment dat ik met die speksteen bezig was. En toen keek ik haar aan en toen zei ik, wat zou je willen met die scherven? Wat zou je ermee willen? Ja, zei ze, eigenlijk wil ik ze oprapen. Ik zeg, dan gaan we dat doen. Dus we gingen terug, waar al die scherven over de grond lagen. En ik zei, raap ze maar op. En ze raapte ze stuk voor stuk op. En elk stukje kun je weer aan verwonden. Want elk stukje heeft weer een verhaal in zich. Zo kan het ook zijn met ons leven. Weet je dat Jezus altijd vraagt, wat wil je? Hij zegt nooit, oh, ik zie het al, jij wil genezen? Oh, ik zie het al, je hebt een gebroken hart, dan ga ik dit voor je doen. Of, oh, verlamde man, jij hebt al zo lang niet gelopen, je wil vastlopen. Of Bartimeus, jij wil vastzien? En Jezus vraagt, hij geeft ons keuzevrijheid. En hij zegt, wat wil je? Wat wil jij? Wat wil je vandaag? Misschien heb je een heel ander verlangen dan wat de mensen aan de buitenkant zien. Misschien is jouw verlangen niet eens zozeer dat je wil genezen aan de buitenkant, maar wil genezen aan de binnenkant. Dat gaat veel dieper. En zo zat zij daar en ik zei, wat wil je? En ze pakte al die stukken op, stuk voor stuk. Elk stuk herinnerde haar ergens aan. En uiteindelijk had ze allemaal vast. En ze hield ze vast. En toen zei ik, wat zou je er nu mee willen? En toen zei ze, ik wil ze graag aan Jezus geven, want ik kan ze zelf niet meer dragen, want ze verwonden mij. Die stukjes kunnen je ook verwonden. Dus ik zei, dan gaan we dat samen doen. Dus we hebben samen al die stukjes aan Jezus gegeven. En weet je wat we toen vroegen? Simpelweg of hij die angel van pijn uit die herinneringen wilde halen. Of hij wilde komen met, en dan zeg ik het maar, kruipolie in het diepst van haar hart. Daar waar die wond zit, waar niemand bij kan. Waar een buitenstaander niet bij kan. Waar je met geen medicijn bij kan. Of hij die kruipolie naar die plekken, naar die wond die zo diep van binnen zit. Of hij daar die kruipolie naartoe wilde brengen en het wilde verzachten. En of hij alles weg wilde halen. En dat deed hij. Dat deed hij. Hij kwam bij haar binnen en hij genas haar hart. Hij pakte die stukjes en hij pakte zijn goudlijm, ook al klinkt dat misschien oneerbiedig voor sommige mensen. Maar hij pakte die goudlijm en hij zei, weet je, het hoort bij jouw leven. Het zal nu onderdeel zijn van je geschiedenis. Maar hierdoorheen zul jij nog schitterender zijn. Want de angel is eruit en je bent een overwinnaar. Kijk eens tot hoe ver je bent gekomen. Dit wil hij doen met ons. Hij wil onze ervaringen in ons leven, wil die reinigen, wil die heiligen. En hij wil zeggen, en ik ga je er iets moois voor teruggeven. Weet je wat er staat in de Bijbel? In Psalm 34, en ik ga het gewoon even voorlezen. Psalm 34, vers 16 staat dit. De ogen van de Heer, die rusten op de rechtvaardigen. Ze rusten op jou, ze zien jou wel. En zo vaak kunnen we ons niet gezien voelen in onze pijn. Maar hij zegt, ik zie jou. En ik zoek je op en mijn ogen rusten op jou. Ze zijn niet af en aan, maar ze rusten op jou. En dan staat er, en zijn ogen zijn gericht op hun hulpgeroep. Zelfs al roep je van binnen, hij heeft je roepen gehoord. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal een nagedachtenis van de aarde uitroeien. En dan staat er heel mooi, zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. Hier staat al. Er is geen benauwdheid waar hij je niet uit kan redden. Hij wil de mensen redden uit alles. Uit alles waar ze in vast kunnen zitten. En dan staat er heel mooi. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. Dat is wie hij is. En dan staat eronder. De rechtvaardige heeft veel ellende. Hé, hier staat het. Ook de rechtvaardige maakt ellende mee. He, niet alleen de onrechtvaardige, maar iedereen maakt dingen mee in zijn leven. En het gaat er niet om dat we geen problemen hebben en geen ellende hebben. Maar het gaat hem erom, wat doen we ermee? Hoe gaan wij hiermee om? Kunnen we het gebruiken? En kunnen we zeggen, Heer, ik ben daar doorheen gegaan. Maar dank u wel dat u de antwoord bent. Dat u mijn oplossing bent. En dan staat er, maar uit alles, uit al die problemen, uit al die pijn, uit al die zorgen, red de Heere
hem. Hoe mooi is dat? We gaan kijken en luisteren naar een getuigenis van Doreen. Die vertelt niet alleen over zichzelf, maar ook vertelt wat haar motivatie is geweest om een huis met gebrokenen op te richten. Om gebroken kinderen, gebroken jongeren in haar huis een plekje te geven, een thuis aan te bieden. En zij weet wat het is om gebroken te zijn geweest. God heeft haar getuigenis, hè? God heeft haar pijn en haar verdriet omgedraaid, het geheiligd en er nu een getuigenis van gemaakt die zij laat klinken. Ja, natuurlijk een stukje stuk zijn, hè? Iets is niet heel. En waar ik dan het eerste aan denk is, dat eigenlijk al voortkomt uit mijn kindertijd. In mijn gezin, als ik dan gevoelens uitte of ik vertelde daarover, dan voelde ik me eigenlijk niet serieus genomen. En ja, omdat je dan niet serieus, dan ga je terughoudend worden in wat je wel en niet deelt. En ik herinner me nog dat ik op een dag een besluit heb gemaakt, als jong meisje eigenlijk al. En nu ga ik het alleen doen. Dat heeft behoorlijke gevolgen gehad. Want ik werd heel eenzaam. En ik begon meer aan de oppervlakte te leven. Ik trouwde een hele leuke man. Daar ging ik mee in een heel ander deel van Nederland wonen. En toen heb ik echt een tijdje thuis gezeten. En daar hakte het eigenlijk ontzettend echt de pan in. Dat het heel versterkt werd. En daar kwam het helemaal binnen. Van hoe eenzaam ik eigenlijk was. En ik kwam eigenlijk in een depressie terecht. En dat werd eigenlijk zo sterk dat ik dacht van, wat heeft het eigenlijk voor zin dat ik er ben? Op een gegeven moment kwamen wij met Pasen terecht in een charismatische gemeente, wat voor ons helemaal nieuw was. En ik hoorde het verhaal van wat Jezus had gedaan. En ik dacht, dit is het. En in die samenkomst heb ik echt mijn leven aan hem gegeven. Ja, toen begon eigenlijk mijn nieuwe leven. Ik deed niet meer niets anders meer bijna dan dagelijks het woord lezen. Maar ik merkte eigenlijk ook, dan zit je in die eerste verliefdheid, maar dan ontdek je na verloop van tijd toch, maar eigenlijk zit het er nog wel. En toen ben ik terechtgekomen in bevrijdingsweekenden. En daar leerde ik, dat ik een nieuw besluit kon maken. Dat ik degene was die zelf had gezegd, en nu ga ik het alleen doen. En om dat op te heffen, om dat weg te doen, moest ik eigenlijk dat belijden. En heb ik dat gewoon aan Jezus verteld. Ik weet nog heel goed dat we verkering hadden. Toen heb ik aan Peter al verteld. Ik zeg, één ding moet je willen, maar ik ga kinderen adopteren. Want ik dacht, die gebrokenheid, dat had zo'n aantrekkingskracht om dat dan heel te zien worden. En dat vond hij oké. En ik dacht toen ik startte, dat kan ik. Want mijn passie, mijn hart, mijn bewogenheid is zoveel. Dat ga ik redden. Maar ik redde het niet. Er kwamen 2 kinderen bij, terwijl we ook al 2 hadden. En we hadden ook 3 biologische kinderen. Dus we woonden op een gegeven moment met 7 kinderen. Ik kan je eerlijk zeggen, ik was 2 weken op weg. En toen ging ik echt gillen tegen God. En toen ben ik erachter gekomen dat eigenlijk mijn binnenkant, dat die eigenlijk ook nog niet zo heel diep was. Dat die nog niet eens zo heel intens ook met God was. En ik merkte dat ik, terwijl ik eigenlijk wilde dat zij niet hadden wat ik vroeger wel had, die eenzaamheid en dat verdriet wat je dan in je eentje doorwerkte, maar ik ging dat eigenlijk vergelden. Want ik vond dat ze mij heel veel pijn deden, eigenlijk. Ze zogen alles uit me weg. Dus ik zat daarin. Ik zat in mijn eigen pijn van op zijn. En ik zag die grote trauma's om me heen. En toen ben ik echt, heb ik 's morgens mijn wekker gezet. Want ik dacht, Heer, ik moet deze dag doorkomen. En toen ben ik echt mijn dag gaan starten met God samen. En ik merkte omdat ik daar echt stil werd en God me steeds in het woord gewoon
leiden naar de naar teksten die voelden alsof het over mij ging, begon God dingen echt aan te raken. En met dat ik dat begon te doen, ging ik heel sterk zijn tegenwoordigheid ervaren. Ja, dat eigenlijk die onvoorwaardelijke liefde, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt hoe of wat, maar dat die er altijd is. En op een gegeven moment krijg je, omdat je zicht krijgt eigenlijk op je eigen gebrokenheid en hoe God dat heel maakt, kon ik opeens met hele andere ogen kijken naar deze kinderen. En ik merkte dat elke keer als ik dus zo'n confrontatie met een kind had en ik kon gewoon laten zien wie God zei dat ik was, kwamen daar beter uit. Dus als ik bij een kind eenzaamheid hersteld wil zien, dan gaat God eerst mijn eenzaamheid oplossen. Dan moet ik eerst eerlijk zijn naar God toe. Ja, dankjewel Doreen. Wat een indrukwekkend getuigenis. En het is jouw getuigenis. En jouw verhaal, maar het raakt mij en ik denk jullie allemaal ook, want het zegt een stukje over ons allemaal. Want wie kent dat gevoel van verlatenheid of van eenzaamheid niet? Het gevoel van God, mijn God, hebt u mij verlaten? Hebt u mijn stukje wel gezien? En dan zie je dat God alles doet medewerken ten goede. Zelfs je diepe ervaringen, zelfs je gebrokenheid kan hij omdraaien. He, als je van je dieptepunt een keerpunt weet te maken, dan zal dat uiteindelijk je hoogtepunt worden. En je hoogtepunt is je getuigenis. Een dieptepunt is de ervaring. We zijn niet alleen opgebouwd uit positieve ervaringen. Was het maar waar. Als je altijd zonneschijn wil, dan leef je in de woestijn. En we zijn geen woestijnmensen. We hebben ook regen nodig. We hebben het allebei. En we zijn niet alleen opgebouwd uit positieve ervaringen, ook al verlangen we er wel naar dat ons leven een en al roze geur en maneschijn is. Maar in die diepe momenten, daar kun je God ontmoeten. Op die diepe momenten kan Hij ervoor alles de angel van de pijn eruit halen. En dan kan Hij het doen medewerken ten goede. Weet je wat we vaak doen? Omdat wij ergens geweest zijn, omdat we ergens vandaan komen, omdat wij te maken hebben gehad met gebrokenheid, disqualificeren we onszelf. Denken we zo, nu ben ik niet meer geschikt. Nu ben ik vast ongeschikt. En dan noemen we alle redenen op als God ons roept om te zeggen, ja, maar ik ben daar geweest. Ja, maar ik ben gescheiden. Ja, maar ik heb dit meegemaakt. Ja, maar ik heb misbruik meegemaakt. Ja, maar ik ben... En we noemen alle punten op. Denk je dat God dat niet weet? Tuurlijk weet Hij dat. Maar Hij kiest juist mensen die een verleden hebben. Hij kiest mensen met levenservaring, want hij zegt, jij weet hoe het is om op dat dieptepunt te hebben gezeten, dan kan jij als geen ander door mij gebruikt worden. Weet je waar hij koos naar discipelen? Hij kiest niet alleen de geweldige soldaten in zijn legers, maar hij kiest ook gewonde soldaten. Die hebben geleerd, want die hebben een keuze gehad, te midden van hun levensles. Hoe ga ik hiermee om? Blijf ik ondanks alles God zoeken? Blijf ik ondanks alles vasthouden aan de waarheid of kies ik ervoor om de leugen te geloven? In de wereld denken we vaak, waarom laat je God niet los? Ik weet nog dat we op een dieptepunt zaten van ons leven en dat mijn collegaatje bij me kwam en eigenlijk net als de vrienden van Job me ging aanklagen. Daar had ik helemaal niks aan. Niet bij me ging zitten om te luisteren, maar ze ging me aanklagen. Ze zei, Esther, Eén ding begrijp ik niet. Ik begrijp niet, jij die zo met de Heer leeft, jij die zo met jouw God bezig bent, waarom laat je die God van jou niet los? Moet je kijken, waar is die dan? En toen zei ik, als ik God loslaat, heb ik niemand meer, heb ik niks meer. Want die God, daar komt niet het kwade vandaan. Van die God komt niet mijn gebrokenheid vandaan. Die God is mijn hersteller. Die God is mijn God die mij eruit haalt en zegt, en ik ga jou herstellen en ik ga jouw dieptepunt tot een hoogtepunt maken, tot je getuigenis maken. Maar durven wij dat? Durven wij te getuigen? Jij kon dit doen, Doreen, omdat je daar niet meer bent. Je bent niet blijven hangen in dat diepe dal van eenzaamheid, maar je bent op zoek gegaan. En daardoor heb je gekozen, weer die keuzevrijheid. Toen Jezus zei, Doreen, wat wil je? Ik wil hersteld worden. En toen zei hij, wat wil je? Ik wil genezing. Wat wil je? Ik wil in verbinding terugkomen. En God heeft het je gegeven. En wat ik zo mooi vind, daar is het niet bij gebleven. Maar jij hebt gekozen om datgene wat jij toen hebt gemist, om het nu te gaan geven aan mensen die het ook missen.
Dus wie weet, hè, wil God jou gebruiken om datgene waar je zelf misschien een tekort in hebt gehad, om te zeggen, kun jij dat wat je zelf niet hebt gehad, kun jij dat geven aan die ander die er ook zo om vraagt en die het zo nodig heeft. En dan kunnen we zeggen, dat is niet eerlijk. Nee, maar je kan het ook niet zelf. Maar je kan het alleen als je in hem bent en het uit hem haalt. Je kunt het niet zelfstandig. Je kunt niet denken, ik genees van die eenzaamheid, klaar. Nee, je kunt hem uitnodigen. Te midden van je gebrokenheid en zeggen, Heer, ik weet niet hoe ik verder moet. Ik weet het niet, ik zie alleen maar stukken en ik zie alleen maar scherven. Maar ik kies ervoor om het aan u te geven. Ik weet dat hier nu kijkers kijken en die zeggen, ik heb ook van die brokstukken in mijn leven. Ik herken dat verhaal van die vrouw met die scherven. Ik weet dat jullie hier tussen zitten die zeggen van, ja, ik herken het ook. Het raakt mij ook. Ik weet gewoon dat ik scherven heb. En heel lang heb ik gedacht dat ze er niet waren, omdat ik ze onder mijn vloerkleed heb geveegd. En vandaag is een moment dat hij zegt, wat wil jij? Wil je zo doorgaan? Doen alsof het er niet is? Wil je het zo laten bestaan? Of durf jij dat stukje wat zo bij jou hoorde en wat voelt als dit is onrecht wat mij is aangedaan en ik heb recht om hier verbolgen over te zijn en we onszelf er steeds mee te snijden. Elke keer snijden we ons ermee, doen we onszelf daar pijn mee. Durf je dat aan hem te geven? Ik wil vragen of jullie je ogen zouden willen sluiten. En als je dat wil, als jij vandaag zegt, dit wil ik. Ik kies ervoor dat ik het wil. En het hoeft niet eens iets heel groots te zijn. Het kan iets kleins zijn wat jou nog steeds verwondt. Maar ben je bereid om het aan hem te geven? Als je dat wil, mag je je handen open doen. He, als het ware van, Heer, hier zijn mijn scherven. Hier is het. En als je dat wil, mag je het aan hem geven. En ik wil gewoon graag over jullie uitbidden, dit gebed. Vader, lieve Vader God. U kent ons als geen ander. U weet waar we doorheen zijn gegaan. U ziet de pijn, de teleurstelling, de angst, de woede. U ziet het allemaal, de haat. U kent al mijn gevoelens als geen ander. U ziet hoe kapot het soms is van binnen. U ziet mijn hart, mijn gebroken hart. U ziet wat er is gebeurd. U weet wat er is gebeurd. Heer, en vandaag maak ik een keuze. Ik kies vandaag om die scherven niet langer vast te houden. Maar ik kies vandaag om ze over te geven aan u. Want u gaat er iets moois van maken. U gaat de pijn eruit halen. En u gaat het toevoegen aan mijn geschiedenis. En u gaat hier mijn getuigenis van maken. En daarom hef ik mijn handen op naar u. Met mijn scherven. En ik zeg, Heer, neem het maar van mij aan. Want ik kan het niet. Ik kan het niet bewerken. Maar u kunt het wel. En dank u wel, Vader, dat u op dit moment ook alle scherven, alle pijn, al het oordeel, alle aanklacht, alle haat, alle bitterheid, alle boosheid, alle teleurstelling, al onze wonden, al onze scherven, alles wat ons zo heeft geraakt, dat u het oppakt en dat u zegt, en ik geef je er iets beters voor terug. Ik geef je mijn liefde. Ik geef je mijn tegenwoordigheid. En ik geef je mijn vrede ervoor terug. Ik geef je mijn genezing ervoor terug. Ik geef je mijn olie ervoor terug. Dank u wel, Vader, dat u dat op dit moment doet. En dat u geen God bent dat u liegen zal. Dank u wel dat u bezig bent. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen. Toen Jezus een man sprak die al 38 jaar ziek was en heel graag genezen wilde worden, vroeg hij hem of hij gezond wilde worden. Dit staat in Johannes 5. Dat lijkt een rare vraag waar geen compassie uitspreekt, maar dat is niet zo. Ergens naar verlangen kost geen echte inspanning. Maar om het te verkrijgen, moeten er vele obstakels overwonnen worden. Zonder inspanning of vastberadenheid is er nog nooit iets waardevols verkregen. Als je dus van binnen verwond bent en je naar genezing verlangt, dan moet ik je vragen of je echt gezond wilt worden. Want hoe lang of hoe pijnlijk je weg naar genezing ook zal zijn, het zal uiteindelijk de blijdschap over je vrijheid waard zijn. God staat klaar om je te helpen. Ben jij er klaar voor om te genezen?